Tijd voor het derde zomerse werkstukje. En we hebben het de afgelopen weken uh, en de komende tijd gehad over wat zijn nou onze persoonlijk beste games van de eerste helft van 2023. Het is een fantastisch jaar. Het belooft alleen nog maar beter te worden. Er gaan echt nog een hele hoop goede games uitkomen. Uh, en inmiddels heb je er al een aantal gezien. Er komen er ook nog een aantal andere presentatoren uh, aan bod. Kevin, die komt ook nog een keer langs. En je ziet, er zitten wel wat zelfde namen in, maar er is toch ook een hoop diversiteit. Uh, of het nou Dave the Diver is, of uh, Wu Long, of weer de bekende namen als Hogwarts, Zelda, Diablo 4. Het komt allemaal wel een aantal keer voor. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, dus dat zijn dan... Onze persoonlijke keuzes. En dan zie je dat we elf prestatoren hebben uh, met verschillende smaken. Dus logisch dat dat allemaal verschillende namen zijn. Maar als we dat dan even naar jullie toe projecteren: de gamers. Wat zijn dan de meest populaire en de best verkopende games? Uh, van de eerste helft van 2023. En ik focus me even op Europa. Europa, daar kun je zien, uh, en dat zal ik straks ook aantonen, dat daar de smaak. Min of meer gelijk is. Ik bedoel, ik kan Amerika er ook wel bij betrekken. Uh, maar dan wordt het vaak ook een beetje vervuild door titels als NBA en Madden. Uh, iets wat zij echt uh, hartstikke tof vinden. Ga je naar Azië toe, dan zal je zien dat daar bepaalde games ook uh, anders zijn dan hier in Europa. Nou, dan gaan we all over the place. Nee, we zijn Europeanen. En in principe um, leek het me eens interessant om te kijken wat is nou het afgelopen half jaar echt heel populair geweest. En we hebben het, dames en heren, echt. Over hardcore games. Games op een schijfje, die je in een console of een PC doet. Want, uh, naar verwachting, en deze cijfers komen van Newzoo. En Newzoo is een, uh, misschien wel het meest bekende en meest betrouwbare bedrijf. als het gaat om het verzamelen van data. Uh, over uh, ja, in de gamesindustrie. En die verwachten dat er dit jaar. 398 of 89. Een van de twee. Uh, ik zeg maar even: 389 miljard dollar wordt. Omgezet binnen de gamesindustrie. 389 miljard. Dat is weer. Uh, uh, een procent of. 7 à 10 beter dan het jaar daarvoor. En de verwachting is dat de komende jaren. dat elk jaar weer 7% gaat uitdijden. Maar als je dan kijkt. hardcore games, dus console en PC. en Switch. vergelijken met mobile. dan zie je dat mobile. groter, groter, groter wordt. 200 miljard van die 389 miljard is. Mobile game only. En de groei zit hem ook met name in die mobiele games. Uh, dat gaat harder dan eigenlijk de console- en de PC-games, de traditionele games. Dus dat even gerelateerd. Maar we gaan dus nu kijken. Want als ik mobiele games ga doen, dan gaat het. Daar wordt niemand vrolijk van. Het gaat om de games die jij en ik gewoon veel. Spelen. Uh, het eerste wat ik gedaan heb, is uh, de GFK-cijfers erbij pakken. Uh, GFK is dan net als Newzoo een bedrijf wat data verzamelt. Dat doen ze ook in Nederland. Um, tot voor kort kon je die cijfers ook elke week, volgens mij, of elke maand. dan brachten ze een soort van update naar buiten van welke games zijn op dit moment het meest populair. Dat doen ze al een tijdje niet meer en um, de enige reden uh, is zeer waarschijnlijk, want ze, ga, ze zijn er niet heel erg duidelijk over, maar ze verkopen die data aan publishers. Uh, dat is A, uh, ze kunnen er dus geld mee verdienen en ten tweede, uh, publishers vinden het zelf ook weer niet zo leuk om die data naar buiten te brengen, want stel nou dat jouw AAA-blockbuster het wederom is aan het verliezen van GTA V, een game die al 499 jaar uit is. Dan, dat is niet tof. Dus vandaar dat in Nederland die cijfers niet heel erg duidelijk zijn. In de rest van Europa wel. Maar goed, laten we eerst even naar de GFK-cijfers, want ze, je, je kunt er wel wat over zeggen in Nederland. En dat lijstje heb ik hier dan voor me. Uh, 2023, half jaar game charge Europe. Uh, en dan zie je eigenlijk overal uh, staat The Legend of Zelda Tears of the Kingdom bovenaan. De tweede is Hogwarts Legacy en de derde is FIFA 23. Uh, dit zijn de verkoopcijfers van de fysieke games. Boxed games. Waarvoor je naar de winkel gaat. Tegenwoordig haal je dan niet eens meer een schijfje. Of je haalt wel een schijfje. En daar staat dan 1 MB op. En dat is eigenlijk om je... Uh, om de, als het ware de update of de download aan te zetten op je computer. Maar dat doet het niet toe. Het is nog steeds boxed. Dat kunnen ze namelijk tellen. Winkeliers geven de cijfers door. GFA maakt daar een rekensommetje van. En dan krijg je dit overzicht. Alleen boxed dus. Nou... Dan zie je ook al die landen. Dan gaan we even zoeken naar Nederland. Waar staat Nederland? Bij de N meestal. Hier, Nederland. Uh, dan zie je, Nederland heeft op één Hogwarts Legacy. Op 2, Legend uh, of Zelda, Tears of a Kingdom. En FIFA 23 is uh, op drie. Uh, ik heb zelf al een beetje gekeken naar al die landen. Uh, België heeft eigenlijk precies dezelfde volgorde. Dus Nederlanders en Belgen zijn vrij uh, uh, gelijk. Uh, waar zie je wat, wat aparte dingen? Nou, Duitsland heeft bijvoorbeeld Mario Kart... 8 Deluxe. Uh, bovenaan. Uh, lijkt me duidelijk. Duitsers kunnen niet voetballen. Dus die willen geen FIFA spelen. Uh, maar ze kunnen wel heel goed racen. Dus die spelen Mario Kart 8. Een andere opmerkelijke was Slowakije. Uh, Slowakije heeft namelijk FIFA bovenaan staan. Ook iets wat Portugal bovenaan heeft staan. Polen heeft dat bovenaan staan. En Spanje eigenlijk ook altijd wel. Dit jaar dan niet. Maar uh, dat zijn wel echt. Pro-voetballanden, wat er veel wordt gespeeld. Maar op 3 staat NHL 23. Logisch. Ijshockey is daar super populair. Ik dacht dan bij mezelf, nou, dan zal dat bijvoorbeeld in Zweden ook wel het geval zijn. Nee, Zweden doet ongeveer hetzelfde als wat wij doen in Nederland. De um, Czech Republic. Tsjechoslowakije. Ik bedoel, Tsjechen, uh, ijshockey ook veel. Daar staat hij ook niet uh, erg bovenaan. Ja, verder rechts zie je eigenlijk gewoon geen andere titels. Dit is dus. Uh, de verkoopcijfers op basis van Boxed Games. En um, Legend of Zelda. Hogwarts Legacy komen allemaal ook in onze lijstjes wel voor. Legend of Zelda 100%. Ik denk bijna bij iedereen staat hij in de top 3. <tie> um, Hogwarts Legacy ook bij velen. FIFA 23 dan weer niet. Uh, dat is gewoon echt zo'n zo typische mainstream titel. Um, nou, ik speel het eigenlijk niet meer, maar. Ik snap wel dat dit gewoon heel populair is bij casual gamers. die in principe niet zoveel gamen. behalve dan FIFA spelen. Uh, logisch dat dit veel verkocht wordt. En logisch dat het hier ook bij Boxed hoog staat. Want heel vaak gaat het ook om kids of over jongeren. En dan is het de ouder of de oma. Uh, of de verjaardagspartijtje, uh, de, de, de oom of de tante die dit voor je koopt. En uh, die doen het niet online, want daar snappen ze geen hol van. Die gaan gewoon naar de winkel toe en halen dan FIFA 23. Als je mazzel hebt voor hetzelfde geld, koop je FIFA 22. En dan zit je nog met de gebakken peren. Goed, boxt dus. Uh, maar uh, dat, dat is nog maar een deel van het cijfer. Want we weten allemaal, uh, boxed verkoop is mm, naar beneden aan het gaan. Terwijl online of terwijl digitaal is... Omhoog aan het gaan, uh, steeds meer mensen kopen. Zeker op de PC, maar ook om console tegenwoordig hun code gewoon bij PlayStation of bij EA of bij Ubisoft. Uh, helaas is het vaak nog wel wat duurder. Maar het is fucking handig, weet je. Je hoeft niet meer te pre-orderen op dag één. kun je meteen aan de slag. Het is een code. Je hoeft geen schijfje erin. Weet ik allemaal wat. Um, dus dat is aan het groeien en het groeien. En dat betekent dat om echt een goed beeld te krijgen. van uh, het totaal aantal games wat hier verkocht is. en wat dus de populairste game is. Um, ja, dan heb je eigenlijk de totaalcijfers nodig. Nou, gelukkig zijn die er. Uh, er is een organisatie en die heet volgens mij de GSD. Uh, die uh, heeft al die cijfers uh, op een rij gezet. Die heeft van vrijwel alle landen in Europa op Nederland na. Want uh, de GFK doet niet mee, dus die geeft die cijfers niet. Um, heeft dus alle cijfers bij elkaar uh, van zowel online als boxed. Uh, van alle publishers, behalve, behalve Nintendo. Nintendo geeft namelijk niet hun digital sales. Uh, verkoopcijfers prijs. Uh, waarom weet ik niet helemaal. Uh, misschien schamen ze zich er een beetje voor dat het gewoon niet heel erg veel gebruik van wordt gemaakt. De uh, Legend of Zelda wordt met name gewoon fysiek gekocht in de winkel. Uh, misschien dat dat een reden is. Nintendo is sowieso erg terughoudend over het uh, vrijgeven van uh, verkoopcijfers. Maar daar hebben we dus helemaal geen online. Uh, verkoop van. Uh, in totaal uh, zijn er. Uh, en dan moet ik even goed tellen. 76 miljoen games verkocht. 76 miljoen games verkocht in Europa. <coughs> dan heb ik het over hardcore games. Dus uh, hardcore op een schuifje voor console en pc. 29.1 miljoen ...waar er van uh, boxed. En 47 miljoen waren er van digital. Dat laat wel even zien dat, um, om, dat je toch die digital sales erbij moet hebben om echt dat goede cijfer, de goede verhouding te kunnen krijgen. Um, de physical gains ten opzichte van het vorig jaar, dus 2022 eerste helft, 9% naar beneden. Digital downloads 7% omhoog. Uh, de grootste markt in Europa is natuurlijk uh, uh, Engeland. Uh, 15,3 miljoen uh, games uh, zijn daar verkocht in totaal. Uh, dan uh, uh, Duitsland 14 miljoen. Frankrijk 11 miljoen. Spanje 5 miljoen. Italië 4,9 miljoen. Uh, de meeste gaan wel omhoog, alleen Duitsland gaat 11%, miljoen, of 11 omlaag. Uh, waar Nederland staat, <tosses> ik durf het niet te zeggen. Uh, nogmaals, daar zijn gewoon niet echt heel veel cijfers over. Ik denk dat we toch wel redelijk redelijk in de buurt gaan komen van Italië. Um, Nederland is een gamefanatiek land. Er wordt veel gegamed. Uh, we hebben over het algemeen wat meer te besteden. Er wordt veel gekocht. Uh, Italië is weliswaar groter. Heeft ook wat meer uh, 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 de bevolking is wat groter. Maar ik denk toch uh, dat Nederland daar wel in de buurt gaat komen. Um, dan gaan we even kijken. Ja. Waar staan ze dan? Nou ja, goed. Hier heb ik dan de, wacht even, de top 10. Als het gaat om uh, boxed en online. En dan zie je dat in één keer The Legend of Zelda naar vier is gezakt. Maar dit is dus op basis van die 29,1 boxed, uh, uh, boxed games. Dat is best wel knap. Want er komen dus 47 miljoen online digital sales bij. En toch bij Legend of Zelda zich te handhaven in die top 10. Dat, dat vind ik echt fenomenaal. Dat, dat laat ook wel zien hoe populair uh, Nintendo games zijn... en ook hoe goed Nintendo uh, hun eigen fans... en dus hun eigen console weet te cateren. Want laten we even kijken. Als we kijken naar Xbox... ik zie geen één exclusieve game hierbij. Als we kijken naar PlayStation... ik zie geen één PlayStation-exclusieve game erbij... En dat is dus het gevaar. Bij Microsoft zou je nog kunnen zeggen... ja, dat wordt een beetje vertekend... dat uh, er ook iets van 30 miljoen mensen Game Pass hebben. Dus ja, die kopen uh, minder games. Dat klopt. Dus, en Microsoft en Xbox is ook nog eens een keer... de kleinste van de drie met de kleinste install base. Maar dat PlayStation hier niet tussen staat... terwijl Nintendo hier uh, in ieder geval met één game... Bij staat en um, hadden wij uh, een top 20 laten maken, dan stond er ook Mario Kart bijvoorbeeld bij, um, uh, daar stonden Pokémon titels bij. Dan zie je dus de solide basis die Nintendo heeft: mensen kopen die console voor een Nintendo game, terwijl PlayStation alle belang erbij heeft om uh, die third parties aan zich te houden. Hogwarts Legacy. Merendeel is verkocht op de PlayStation. Uh, Diablo 4. Nou ja goed, uh, de, daar ook heel veel op de PlayStation, ook heel veel op de pc. Als dat dus in de Game Pass gaat, dat zou een aderlating zijn. Nou, FIFA 23. Uh, zeker de meerderheid op de PlayStation. Maar goed, IE-Play staat al op Game Pass. Misschien dat er toch nu mensen gaan wachten. Weet ik allemaal. Is best wel leuk. Nou, hier ongelooflijk. Uh, 341 dagen, uh, jaar na dato. Grand Theft Auto 5 staat nog steeds op 5. Call of Duty Modern Warfare 2. Red Dead Redemption 2. Twee grote games van Rockstar. Een je nagaan. Um, Star Wars: Jedi Survivor. Een titel van de EA. Die, uh, die heeft er ook twee titels. In de top 10. Uh, NBA 2K23. Uh, nou, dat heeft dan te maken waarschijnlijk met de, 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 de landen in Zuid-Europa. Uh, Oostblok, waar veel gebasketbald wordt, Engeland ook. En Resident Evil 4. Komt toch ook heel sterk bij die top 10. Dit zijn dus de 10 best verkopende games um, in Europa als het hebben over het uh, totaalbudget. Uh, Um, Hogwarts was inderdaad nummer 1 in uh, de UK Fr Frankrijk, Duitsland en Italië um, en net nog in Spanje ook um, nou, in de UK is die het meest populair en wat ik wel een leuk detail vond, de sales van Harry Potter uh, Hogwarts Legacy waren 124% hoger dan de sales van de beste game Best verkopende game van vorig jaar in de eerste helft van 2022. En dat was natuurlijk Elden Ring. 124% hoger. Dat laat zien hoe ongelooflijk groot de klapper is. die Warner Brothers heeft gemaakt met Hogwarts um, Legacy. Uh, nog een leuk feitje. In Duitsland is Hogwarts Legacy de sales is 14% hoger dan de nummer 2. En dat was Diablo 4. En in Frankrijk uh, is het 17% hoger dan de nummer 2. die daar uh, stond. En dat was dan weer. Uh, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Um, dan wil ik ook even kijken: van oké, okay, bedoel, dit zijn wat we kopen. En wat we kopen, dat baseren we vaak op waar we naar kijken. En uh, wat we zien en waardoor we beïnvloed raakten. En als je dan kijkt uh, uh, naar een platform waar je dat goed zou kunnen meten, dan is dat natuurlijk. Twitch. Uh, ik had natuurlijk ook YouTube kunnen nemen, maar goed, ik heb even Twitch, Twitch genomen. Het streamingkanaal als graadmeter van waar keken we dan het meest naar de afgelopen 180 dagen. Welke games waren super populair en kunnen we daar trends in zien? Nou, dat heb ik even gedaan uh, met behulp van uh, Solid Gnome. Uh, dat is ook weer zo'n site. En ik geloof, het, ik geloof je, het is nooit 100% correct. Dat, 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 dat is onmogelijk. Maar ik denk als je dan toch even gaat kijken hierna. Uh, dat je echt wel uh, een, een bepaalde trend gaat zien. We kijken eerst even naar wat het meest gestreamd is. En meest gestreamd betekent dat de meeste kanalen op Twitch... Uh, deze game hebben gestreamd de afgelopen half jaar. 180 dagen heb ik hem opgezet. Hier zie je 180 dagen. Nou, daar staat Fortnite nog steeds ruim op één uh, streamtime. Uh, dan Valorant, um, Call of Duty Modern Warfare 2. Uh, nou, just chatting is dan gewoon babbelen. Uh, Apex Legends, League of Legends en uh, Grand Theft Auto... Uh, Minecraft en uh, ja, dan ga je eigenlijk pas heel langzaam. Nou ja, je moet nog steeds wel even een beetje zoeken hoor. Van waar staan nou de games uh, die dus blijkbaar zo goed verkopen? Of waren dat gewoon geen goede streamgames? Want eigenlijk als ik dan naar beneden ga, dan kom ik pas nummer 15 uit bij Hogwarts Legacy. Uh, en daaronder staat Diablo 4. En dan moeten we weer heel ver gaan zoeken. Uh, dan zie je hier FIFA nog. Uh, moet je weer heel ver gaan zoeken. Dan NBA. Um, dat laat ook wel even zien dat um, streaming toch wel een wat ander. Platform is. Ik bedoel, je speelt Niet elke game is geschikt voor streamen. Um, en ongetwijfeld dat al die games wel rond launch een, een, een hype hebben. Een periode waarin al die streamers even die game gaan spelen. Maar vrij snel daarna gaan ze alweer terug naar hun Go-To-games. En dat zijn toch vaak Fortnite, Valorant uh, Modern Warfare, Warzone, Apex Legends. Omdat daar nu eenmaal. De meeste kijkers op afkomen. En um, daar kun je dan niet zoveel aan doen. Daarom dacht ik even van. Laten we dan kijken naar Most Watched. Want uh, het kan wel zijn dat de meeste mensen dit allemaal streamen. Uh, maar wat zijn dan de games die het meest bekeken zijn? Nou, dan wordt het iets anders. Uh, dan zie je inderdaad dat Just Chatting uh, bovenaan staat. Maar uh, als je naar beneden gaat, dan kom je al. Uh, even kijken op nummer 10 bij Diablo terecht. Dat laat toch ook wel zien dat Diablo. Een enorm populaire game is geweest. Een enorme hype heeft gehad toen die game uit is gekomen. Um, als we dan naar beneden kijken. Het is ook een leukere game om naar te kijken. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want Hogwarts Legacy, die moet ik even zoeken. Die staat op 23. En dat begrijp ik ook wel. Uh, Hogwarts Legacy is um, in principe... Het is een beetje open wereld, maar het is een verhalende game. En verhalende games... Ik weet niet... Dat, ja, je wil even een stukje zien, maar ook weer niet te veel. Je wil eigenlijk even toetsen of het iets is voor jou. En daarna wil je eigenlijk zo min mogelijk zien. Want kijk je nou bijvoorbeeld naar uh, Resident Evil, dat staat op 32. En The Legend of Zelda, uh, Zelda staat op 35. Weet je wel. Dat zijn games die je zelf wil ervaren. Uh, ga je toe? Uh, naar Diablo, dat is dan toch. Iedere route is anders. Het ligt eraan. Ik bedoel, als jij Sorcerer bent, dan is het misschien leuk om naar een Barbarian te kijken. Uh, het is random generated Loot natuurlijk. Dus daar verandert wat in. Um, ja, je kunt wat meer met de chat doen samen. Logisch dat die game wat bovenaan staat. Maar je ziet, je kunt aan streaming wel wat afleiden, Twitch. Maar het blijft voor mij persoonlijk dan altijd toch wel een andere vorm van game media. Waarin wij alles spelen. Waarin wij als we gamen met stream... toch vooral de nieuwe games. Van JRPGs tot aan shooters, tot aan racegames, tot aan whatever er maar uitkomt. Aanbieden. Eén keer uh, zie je dat uh, de meeste streamers op Twitch toch eigenlijk één of twee games hebben waar ze de hele tijd naartoe gaan. En vooral gefocust zijn op wat is populair. Waar kijken de meeste mensen naar. En dat ga ik dan uh, spelen. Goed. Um, ja. Feitelijk komt dus wel de... 10 en uh, die haal ik nog eventjes terug, eventjes nog even naar die Top 10 kijken uh, van de beste games, uh, de meest verkochte games. Dan zie je Hogwarts Legacy komt bij veel van ons uh, 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 terug, Diablo 4 komt bij veel van ons terug, Fifa 24 heb ik het over gehad, maakt niet uit. Uh, The Legend of Zelda komt bij veel van ons terug, G G uh, Grand Theft Auto 5 is natuurlijk een game die al eeuwen oud is, uh, nog steeds veel verkocht wordt, maar door ons niet zoveel wordt gespeeld. Call of Duty Modern Warfare 2, ja. Uh, yeah. Ik denk dat hij wel in mijn GOTY uh, uh, 2023 gaat komen. Maar we hebben ook een beetje zelf gekeken naar kwaliteit. Naar hetzelfde geldt voor uh, Red Dead Redemption 2. Star Wars Jedi Survivor komt bij veel van ons voor. Uh, NBA 2K23. Ja, had bij mij gekund. Ja, ik, die Microsoft Sexus vind ik gewoon heel erg lastig. En Resident Evil 4 komt bij veel van ons voor. Dus wat dat betreft zitten we wel redelijk on par. De enige die we missen is natuurlijk Dave the Diver, maar daar zijn er inmiddels al bijna anderhalf miljoen van verkocht. Dus wie weet komt die uiteindelijk ook nog wel eens een keer in die top 20, top 30 beste kopen games van het jaar uit. Dat zou toch super tof zijn. Ja.